een drama, dames en heren. Wat een drama. Het schijnt dat YouTube inactieve abonnees heeft verwijderd van mensen, van de kanalen, van grote YouTubers, van kleine YouTubers, eigenlijk zo'n beetje wel van iedereen. Want YouTube vond het nodig om inactieve subs te verwijderen. Dit is mijn mening over hoe ik erover denk. Marcus Vlogs. Nou, dames en heren, ik denk er als volgt over. Stel je voor, je hebt iets van 500 abonnees, bijvoorbeeld. En ineens zijn er 50 weg. En heb je er nog maar 450 abonnees. Dan kun je denken, oh nee, godverdomme, ik heb nog maar 450 abonnees, terwijl ik de 500 abonnees net heb gehaald. Bijvoorbeeld, kun je denken. Maar je kan het ook zo zien, zoals ik het zie. Waarom zou je dan treuren? Die 50 inactieve subs die keken toch niet? Dat waren toch geen echte kijkers dan? Anders worden ze niet verwijderd. Dan zou je kunnen zeggen van ja, oh wat jammer dat die inactieve subs weg zijn. Nu kunnen ze niet meer kijken. Ja logisch, ze kunnen toch niet kijken? Want ze waren inactief. Denk nou eens na man. Ja, ik zeg dit alleen voor als je het zo jammer vindt dat ze weg zijn. Maar dit is hoe het is. Hè? Treur er niet om. Want het gaat om de kijkers die je echt hebt, die je daadwerkelijk hebt. Inactieve subs zijn inactief, dus waarom zou je dat willen zien? Ja, het is alleen maar een getalletje. Want het wordt iets minder, maar dan weet je tenminste wel echt wie er kijken, wie er actief zijn. En daar gaat het toch om? Jongen. Dit is hoe ik erover denk. Ben je het niet mee eens? Go fuck yourself! Ha! Oké, see you next time. Bye, ciao, doei. Wah, doei. Abonneer nu, reageer nu, dan ben je een baas. Woo!